Beginnen. Geert, welkom in het museum. Welkom weer terug in het museum. We kennen elkaar onder andere uit, ik heb net even teruggebladerd, 2020, begin van de coronatijd. Toen hebben wij hier elkaar bijna dagelijks ontmoet, toen we bezig waren met de expositie De Keuze van de Burgemeester. We hebben nu een andere expositie in de maak en dat is eigenlijk waarom we jou hier gevraagd hebben om een aantal vragen te beantwoorden. En dat is over Aloy Kanters. Jij bent 16 jaar burgemeester geweest in Wageningen, 2005. Ja, bijna 16 jaar. Bijna 16 jaar. Ja. En jij moet vast met hem te maken hebben gehad. Is het voor jou Aloy of Louis of meneer Kanters? Hoe? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het altijd over meneer Kanters. Zo begroet ik hem eigenlijk heel vaak, ook toen ik burgemeester was, maar ook daarna. Ja, hij was echt wat mij betreft een vaste gast in mijn week of misschien wel mijn dagleven, want je kwam hem heel vaak in de stad tegen en hij sprak me ook heel vaak aan. En altijd kwam bij mij dan spontaan meneer Kanters naar boven. En hoe noemde hij jou? Burgemeester of meneer Van Rumont? Hij volgens mij gewoon burgemeester. Burgemeester, ja. Maar wat een mooi verhaal. Je ontsprak hem bijna dagelijks. Nou, ik was en ben nog steeds heel graag in de Wageningse binnenstad. Ja, nee, dat is en, bekend, dat, ja. En, maar er was meneer Kanters ook. Dus ik kwam elkaar heel vaak tegen. En zeker in de eerste jaren van mijn burgemeesterschap was meneer Kanters ook echt op missie om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. En daar ging hij ook actief op zoek naar een afspraak. En ik nodigde hem ook regelmatig wel op mijn kamer uit om dingen door te spreken. Okay. Ja. Dus je kende hem dus niet alleen met zijn camera, dat hij aan het filmen en aan het interviewen was? Nee, ik kende hem natuurlijk omdat hij altijd een camera bij zich had en dat hij overal waar iets in Wageningen aan de hand was of iets ging veranderen of dat hij daar was. En dat heeft natuurlijk ook een indrukwekkende hoeveelheid foto's gemaakt. Maar hij is in mijn beeld vooral heel erg aanwezige Wageninger. En die zich inspande om zaken voor elkaar te krijgen die voor heel veel Wageningers toch van betekenis zijn, gebleken. En het zijn vaak niet de grote dingen die je doet, maar met name de kleine dingen. En ik vond meneer Kanters is een niet zo grote man, maar was groots in de kleine dingen die hij voor elkaar kreeg. Dat vond ik altijd heel bijzonder. Dus hij had wel een speciaal plekje in mijn hart. Oh, dat is ontzettend mooi om te horen. En het is ook wel een beeld wat wij proberen in de tentoonstelling wat meer bekendheid te geven. Want veel mensen kennen hem als de man met de camera. Maar als je zijn leven en zijn geschiedenis wat beter bekijkt, dan zie je dat hij een enorm groot hart heeft. En dat hij heel erg betrokken is geweest. Wij hebben ook een wand van de expositie aan hem besteed, waarin we hem neerzetten als een geëngageerde burger die zich inzetten. Een kleine man met een groot hart voor de stad. Dat herken je ook dus heel erg. Ja, absoluut. Zo heb ik het eigenlijk net gezegd. Hè? Ja, ja. Hij zei, ja, wat dat betreft ook mooi dat hij in de kleine dingen die, ja, waar hij denk ik ook zich voor inspant, die heel veel mensen eigenlijk ergens wel waarnemen, maar net vaak niet de energie hebben of de zin hebben om zich daar druk om te maken. Maar hij zette door. Hè. Hij was wat dat betreft echt een pitbull, want ja, de dingen die hij in zijn hoofd had, die kreeg hij uiteindelijk ook vaak voor elkaar. De ramen in het terugbrengen van die ramen vanuit het gemeentehuis, ja, of het bankje in de stad. Ja. Ja, nou, wat hij niet voor elkaar gekregen heeft, en wat me persoonlijk nog wel verdriet doet, is zelfs dat de wielenwaag, ja, dat verdwenen is. Want dat is, hoe je er ook tegenaan kijkt, het is allemaal heel verklaarbaar en er zijn ook heel goede dingen voor in de plaats gekomen. Maar uiteindelijk was het toch een gemis, want ik denk voor veel oude Wageningers was het een ankerpunt om de verbinding met hun leven en de stad te vinden. Je kon er een kopje koffie drinken en daar heeft Kanters met al zijn passie zich voor ingezet. Helaas is hem dat niet gelukt, maar iedereen herinnert zich die acties wel. Dat kan ik me nog wel heel goed voor de geest halen, hoe die zich daar ook boos over maakte. En daar was hij ook echt boos. De in van Doormalen en alle aanwezigen. Ik heb een hele blijde boodschap voor u en voor de senioren. Ondanks deze moeilijke financiële tijden, voor ons allen en zeker voor de senioren, spreek ik namens de heer Breunissen senior. De huur die u nu betaalt is 90.000 euro per jaar. Vanaf 1 januari 2014 niet 90.000, maar 48.000. En
En dat voor 5 jaar, zonder huurverhogingen. Maar wel voor het behoud van de wielerwaard. We kunnen de vlag uitsteken en de heer Breunissen wel hartelijk danken voor deze gift aan de wielerwaard. Dus de wielerwaard moet blijven op Stationsstraat 32. Leve de heer Breunissen. Wel mooi, hij maakte foto's ook wel eens. Toen ik nog burgemeester was bij 60-jarige huwelijken. En daar was lang niet altijd meer interesse bij de media voor. Maar meneer Kanters had dat wel. En die kwam heel vaak ook nog even een fotootje maken. Ik vond het geweldig. Fantastisch. Dus ja, ik vind het een rijkdom. Dus en, u vindt ook dat u de tentoonstelling verdient? Ja, meer dan eigenlijk. Meer dan. Ik, toen ik een mailtje van jou kreeg, denk ik, ja, dat is nou echt een hele goed idee. Ja. Want ja, misschien zijn de foto's wel niet van topkwaliteit. En zijn ze video's misschien ook niet, laten we zeggen, voor de NPO geschikt. Maar voor iedereen die Wageningen warm hart toedraagt, hebben die beelden, die video's, maar ook die foto's echt betekenis. En ik vind dat je hem echt eert op een goede wijze. Leuk om te horen. Ja, wat dat betreft, mooi dat we op deze manier bij meneer Kanters verdiensten kunnen stilstaan. Dat is ook tot uitdrukking gebracht in een onderscheiding die hij heeft gekregen. Ja. Je hebt hem die mogen uitreiken. Ja, geweldig. Herinner je je dat? Ja, dat vond ik echt, dat herinner ik me wel. In de coronatijd was dat volgens mij. In ieder geval in een tijd waarin we het in de grote kerk deden. En dat moesten dat volgens mij allerhand via richtlijnen, dat ik dat zelf niet mag doen. Maar mijn dochter heeft dat volgens mij toen gedaan. Maar ik vond het meest mooie eigenlijk dat het een koninklijke onderscheiding is geworden. Want ik denk dat juist voor dit type inzet zo'n koninklijke onderscheiding bedoeld is. Dat je met zoveel inzet en passie en doorzettingsvermogen dingen voor elkaar krijgt. En ook nog zo'n betekenisvolle rol heb gespeeld in Wageningen. Dus ik vond het heel mooi om te mogen doen. Ja. En het is ook echt iets wat hij als persoon toekomt. Want hij zat niet in de politieke partij, hij zat niet in commissies. Hij was niet voorzitter van dit of van dat. Hij deed het als geëngageerde burger van de stad Wageningen. Ja. Op allerlei mogelijke manieren. Op heel veel manieren. En overal had hij ook een opvatting over. Niet alle opvattingen die waren even handig. Daar moeten we natuurlijk ook heel eerlijk in zijn. Hij had wel een hele, laten we zeggen, een hele eigen stijl om dingen voor het voetlicht te brengen. Maar eerlijk gezegd, we moeten dit soort mensen eren en koesteren. En daarom vind ik het heel mooi dat jullie ook dat nu voor elkaar krijgen, samen met de foto's van Rijn Heij, om ook de foto's van meneer Kanters een plek te geven en heel veel mensen ook de gelegenheid te geven. En de boekwerken die hij volgens mij ook heeft, ik weet niet of die bij jou bekend zijn, maar ja, dat is toch leuk, zeker voor Wageningen zit daar heel veel, is er heel veel in terug te vinden of te beleven, wat hij toch maar vastgelegd heeft. Klopt, ja. Ja, nou, ik vind het ontzettend fijn om te horen, Geert, dat je deze herinnering hebt en dat je vooruitkijkt naar de expositie die binnenkort opent. Zeker, ja. Ik vind het hartstikke goed. Ja. Ik vind het erg leuk dat jullie het opgepakt hebben. Dus.